Met een oude bus en een opgelapte bestelwagen zwierven ze door Turkije, Iran, Afghanistan, Pakistan en Nepal. Toen ze terugkwamen was alleen de bus overgebleven, afgeladen vol met de 31, de bagage en de souvenirs. De bus zelf had de reis overleefd, maar niet zonder kleerscheuren. In Turkije zakten de koffers door de vloer van de bagageruimte, zodat alle bagage mee in de bus moest. Chauffeur en organisator Luc Hameu. Ja, er zijn zeer moeilijke momenten geweest. Laten wij maar spreken eenvoudig over de enorm slechte wegen. We zijn teruggekeerd langs een zeer moeilijke weg. Dat was in het zuiden van Pakistan, in Balochistan. Daar hebben wij zowat een 3500 kilometer in de woestijn gezeten. Ook de hitte was er enorm. De mensen zelf ter plaatse hebben gezegd dat het uitzonderlijkheid was voor deze tijd, want wij zaten in een temperatuur van 70 graden Celsius. Ja. Er waren ook wel klimpartijen bij voor de bussen. Ja, er waren zeker klimpartijen, want je moet weten, om Kathmandu zelf te bereiken, hebben wij 9,5 uur moeten klimmen. Altijd in eerste of tweede versnelling, op een afstand van nauwelijks 100 kilometer. Er waren eerst twee bussen, er is maar één teruggekomen. U was de chauffeur van de bus die niet teruggekomen is. Ja, dat was dus de camionet. En dat was in een terugkeer dat de camionet achtergebleven is. Dat was dus naar Balochistan, naar de woestijn. 3000 kilometer op een enorm slechte weg. En daar is de chassis gebroken van ons camionet. En de motor is er ook doorgevallen, zoals men zegt. Er was echt geen vermaken aankom. Het was het einde. Hoe sliep u daar? Ja, meestal sliepen we dus buiten in open lucht. Omdat dat ook de meest hygiënische manier is om te overnachten. In een tent of zo? Ja, tenten hebben wij maar een paar keer opgeslagen. Dus wij sliepen eenvoudig dus in open lucht. Ja. En het ongedierte? Ja, het ongedierte zit zowat overal. Je mag niet verschieten dat je 's morgens gebeten bent door een vijftal muggenbeten en zo meer. Ook dus van slangen moet men opletten. En ook zeker van schorpioenen dan in de woestijn. Er is ook een meisje van onze groep die gebeten geweest is door een schorpioen. We hadden ook een dokter mee, een paar verpleegsters. Die mensen hebben onmiddellijk ingegrepen en hebben deze beet uitgeduwd en uitgezogen. En met de verdovingsmiddel die we mee hadden, hebben we dus de geweldige pijnen kunnen stillen. Wat is voor u een onvergetelijk moment van deze reis? Ja, zeker een onvergetelijk moment en een zeer mooi moment was toen wij boven over op de bergte kwamen en dat wij daar in de diepte de vallei van Kathmandu zagen liggen. Andere momenten die wel pijnlijk zijn en die zeer aangrijpend zijn, beelden die wij nooit zullen vergeten, was wel toen wij met de bus en de kabinetten op een veerboot zaten over de heilige Gangesstroom. Ik had soms wel veel gesproken over lijken en al, maar ik had nooit gedacht dat ik werkelijk ging lijken zien. En zeker op deze 2,5 uur dat wij op de Ganges zaten, hebben we zowat een 50, 60 lijken zien drijven, die verscheurd werden door de honden en opgegeten door de gieren en de kraaien. Wat heeft u van deze reis nu meegebracht? Wat heeft u geleerd? Ja, ik geloof wel dat men op alles een andere kijk gekregen heeft. Men gaat zo denken, ja kijk, Europa dat is toch niet alles. Die westerse cultuur is toch niet alles. Azië heeft ons zoveel meer te bieden. Natuurlijk, die mensen zijn arm, hebben veel miserie. Maar toch steekt er een diepe filosofische achtergrond in. En ik geloof wel dat wij hebben meegebracht van Azië.